Mijn naam is Richard Engelfried, ik ben alumnus van deze universiteit en natuurlijk keihard trots dat ik deze eerste editie mag presenteren. En laten we vooral snel beginnen en dat doen we met een column van niemand minder dan Jan Franso, hoogleraar Operations en Logistiek Management, wiens logistieke adviezen al zijn doorgedrongen tot het RIVM. Jan, the floor is yours. Dankjewel. Flexibele bovenarmen. Een succesvolle vaccinatie vereist dat er een dosis vaccin, een prikker en een bovenarm op hetzelfde moment op dezelfde plek aanwezig zijn. Dit is dus wat de logistieke operatie van de vaccinatiecampagne beoogt: zo snel mogelijk zoveel mogelijk bovenarmen in de buurt brengen van een prikker met een dosis vaccin. Zo eenvoudig als dit klinkt is het uiteindelijk ook. Echter, bij de COVID-vaccinatie blijkt dit een stuk lastiger dan wat we ooit eerder hebben ervaren. De belangrijkste reden hiervoor is de enorme schaarste aan vaccins. Bovendien zijn de leveringen van dat vaccin ook nog eens erg onbetrouwbaar. Begin deze maand deelde AstraZeneca mee dat er 60 procent minder geleverd zou worden dan oorspronkelijk beloofd. Gisteren. Meldde het RIVM dat zelfs die sterk gereduceerde hoeveelheid ook nog eens een paar weken later komt. Prikkers en bovenarmen waren al ingepland en een deel van de afspraken moeten worden verplaatst. De bovenarm moet later komen, de prikker zal op enig moment duim aan het draaien zijn. Toch moeten we zoveel mogelijk prikkers in gereedheid brengen. Als we op enig moment een meevaller hebben in de leveringen, dan wil niemand. Dat honderdduizenden vaccins in een vriezer ergens liggen te wachten. Een robuuste vaccinatielogistiek vereist dat een vaccin nooit op een prikker of op een bovenarm hoeft te wachten. Als de vaccinleveringen onzeker zijn, dan kan het dus niet anders dan dat we op elk moment voldoende prikkers klaar hebben staan om prikken te zetten. Ik trek hierbij vaak een parallel met de teststraten. Op dit moment is de testcapaciteit bijna zes keer zo groot als het aantal testen dat wordt afgenomen. Bij plotseling een plotselinge toename van de testbehoefte kunnen we dan snel reageren en direct de hogere vraag bedienen. Overcapaciteit bij het prikken is dus noodzakelijk voor een robuuste vaccinatielogistiek. Ik was dan ook erg blij toen de minister twee weken geleden aankondigde de prikcapaciteit op te schroeven naar anderhalf miljoen prikken per week. Iedereen die mij in de afgelopen maanden heeft gehoord, weet ook dat ik dan zeg, het mag nog wel wat sneller en er mag nog wel wat bij. Gelukkig zie ik ook daar dat momenteel onze vaccinatieoperatie de juiste keuzes aan het maken is. Dat brengt me bij het laatste element voor een succesvolle vaccinatie. Niet alleen het vaccin en de prikker, maar ook de bovenarm moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Dat regelen we momenteel via het groepsgewijs uitnodigen van mensen en het maken van afspraken via een callcenter, soms tot wel meer dan vier weken vooruit. Hoewel ik me kan voorstellen dat deze werkwijze bij de huidige groep van ouderen noodzakelijk is en tot op zekere hoogte ook prima werkt, moeten we hier bij de jongere leeftijdsgroepen veel flexibeler mee omgaan. Bij deze jongere leeftijdsgroepen ligt de vaccinatiebereidheid iets lager dan bij de ouderen. Hoewel in het voorjaar de verwachte leveringen aan vaccins zullen toenemen, zal ook de onzekerheid in die leveringen toenemen. Ik denk zelf dat we weken zullen zien waarin de verwachte leveringen misschien op 700.000 doses liggen, maar waar dit net zo goed 100.000 kan zijn als het tegenvalt, of 2 miljoen als het meezit. Met zoveel onzekerheid hebben we te maken. Als we dan de, prik de prikkers klaar hebben staan en we willen de doses zo snel mogelijk zetten. Dan moet de bovenarm dus ook flexibel zijn. Technologie kan hierbij een uitkomst bieden. We zouden bijvoorbeeld iedereen die een vaccin wil ontvangen zich heel vroeg kunnen laten aanmelden via een app. En de daadwerkelijke afspraak voor vaccinatie kortstondig en misschien zelfs wel locatiegebaseerd als een pushbericht kunnen laten binnenkomen. Iedereen staat dan als het ware in dezelfde virtuele wachtrij. Dergelijke flexibele bovenarmen. Help ons om ook in het voorjaar het tempo hoog in, de in de vaccinatie hoog te houden. Hoe flexibeler wij allemaal zijn met het beschikbaar stellen van onze bovenarmen, hoe sneller we groepsimmuniteit zullen bereiken.